Na bijkans een maand van partiële lockdown heeft stichting Ilse Henaar Hiewiet haar dienstverlening aangepast. De stichting is vanaf deze week begonnen met een digitale dienstverlening, zegt Jane Pinas-Mando, office manager van de stichting. Dit besluit is volgens haar genomen omdat de stichting haar kantoor moet dichthouden vanwege het COVID-19-virus. Stichting Ilse Henaar Hiewiet biedt juridisch bijstand aan de gemeenschap, in het bijzonder aan vrouwen. Ondanks de situatie wil deze stichting haar doelgroep niet tekort doen. Pinas-Mando gaat in op de nieuwe manier van dienstverlening die deze week is ingevoerd. Wij hebben dus gemeen om de gemeenschap te helpen met mobiel, dus digitaal en telefonische hulp. Het is dezelfde hulp die we al aanbieden. Alleen kunnen we de mensen niet ontvangen en dan gaan wij ze of met app bellen, ze kunnen naar ons mailen en dan wordt er een afspraak gemaakt met de jurist, hetzelfde proces als wanneer ze bij ons zouden komen. De informaties worden dan verwerkt en we sturen het door. Ik, de office manager, stuur het door naar de desbetreffende jurist. En zo worden ze verder afgehandeld. En we hebben afgestemd met de juristen, ze zijn dan akkoord gegaan. Alleen hebben ze natuurlijk tijden aangegeven van liefst niet 's avonds en in het weekend, want wij werken ook niet in het weekend. Verder zegt Pinas-Mando dat zowel de cliënten als de juristen ingenomen zijn met deze manier van dienstverlening. Ook geeft ze aan dat de contacturen om afspraken te maken verruimd zijn. Maar met dit systeem van huis uit heb ik natuurlijk andere tijden. Men kan dus langer bellen. Natuurlijk willen we niet dat ze 's avonds bellen, want dan ben je dan bezig thuis in het gezin, tenminste wat aandacht besteden. Maar ik werk dus gewoon langer. Als je na 1 uur zou bellen, zou je me nog kunnen bereiken. Het verschil dan wel van de normale werktijden. De mensen die hadden aangegeven van, mevrouw, u kunt me een sms sturen. Of u kunt me bellen, of u kunt me appen. Die heb ik dan gevraagd wat ze van het systeem vinden. Dat hun afspraak telefonisch wordt afgehandeld. En ze zijn blij. Jane Pinas-Mando, office manager van stichting Ilse Henaar Hiewiet. Wij spraken haar over de aangepaste dienstverlening van de stichting. De telefonische en digitale dienstverlening van de stichting is een aangename manier om juridische bijstand aan te bieden aan de samenleving.